expositie Natuurfoto's. Warme kamers, leger des heils. Tweewielercentrum Hofstede. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. Voor ons eerste onderwerp gaan we naar Groenlo. Met het renoveren van het oude station van de Goolsspoorlijn in Groenlo, of beter gezegd het terrein rondom, is de stichting Wie dit doet nog lang niet gereed. Men is namelijk niet alleen druk met het restaureren van een wagon en een locomotief. Immers, als die gereed zijn, moet daar wel heen en weer gereden kunnen worden. Daartoe wordt een stukje spoorlijn aangelegd op het oude spoortracé. Door de firma Raumaat zijn deze week de grondwerkzaamheden gestart. Dit nadat door de vrijwilligers van de stichting het terrein was afgezet en de piketpalen waren geslagen. Het volgende onderwerp komt uit Lichtenvoorde. Daar is in de cursusruimte van de bibliotheek door de leden van het fotocollectief een tentoonstelling opgezet. Het collectief heeft zich laten inspireren door het thema van de Kinderboekenweek. Het thema Giga Groen is door de klimaatveranderingen zeer actueel. Een prachtige serie foto's met betrekking tot dit onderwerp van de leden van het collectief zijn tot het eind van het jaar te bekijken in de cursusruimte van de bibliotheek. Het fotocollectief bestaat uit een groep bevlogen amateurfotografen. Twee keer per maand komen de leden van het collectief bijeen om hun kennis en ervaringen van fotografie uit te wisselen. Zo streven ze ernaar een betere fotograaf te worden. Ook helpen ze graag beginnende fotografen met de basiskennis van fotografie, zodat zij hun toestel beter kunnen gebruiken. Sinds deze week is de boerderij van de familie Swiddink, oftewel de boerderij Hiddink, aan de Wierseweg in Ruurlo uitgeroepen tot de mooiste boerderij van de Achterhoek. We zijn hier en we laten u een paar beelden van zien van deze prachtig gerestaureerde woonboerderij in het buitengebied van Ruurlo. In onder andere Winterswijk biedt het leger des heils de komende winter warme kamers aan. Dat wil zeggen dat vanaf 1 november de openingstijden van de buurthuiskamers worden verruimd. Met ingang van 1 november draaien jullie het warme kamerproject. Wat is dat voor een project? Ja, het is een initiatief van het leger des heils, maar wij zijn eigenlijk al veel langer op zo'n manier bezig. En nu heeft het een mooie naam gekregen. Eigenlijk in het kader van wat we dan de energiecrisis noemen. En het Warme Kamerproject wil eigenlijk zeggen dat het leger des heils zo mogelijk in samenwerking met anderen ervoor gaat zorgen dat mensen overdag altijd ergens een warm plekje hebben om naartoe te gaan. Oké. En u geeft aan zo mogelijk met anderen. Welke partijen zijn hier dan meer bij? Nou, in Winterswijk is de protestante gemeente van Winterswijk heeft daar ook een initiatief in. Die zijn al begonnen met, ik geloof op vrijdag, dat ze een open huis hebben. En dan kunnen ze ook mensen blijven eten. Dus, en ik heb met die Leander Groten ook contact opgenomen
om te kijken of we misschien samen iets meer kunnen doen. Hij liet me al weten dat op het moment zij nog niet kunnen uitbreiden vanwege gebrek aan vrijwilligers. Maar daar komen we nog op, hè? Op vrijwilligers. Ja. Ja. Even kijken, dat waren een kamerproject. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, deze hier maandag, woensdag, vrijdagmorgen bij ons en op donderdag tussen de middag. Open huis, mensen kunnen hier binnenkomen. Nou, bij ons kunnen ze dan ook nog naar de winkel, maar ze kunnen hier ook gewoon zitten. Er zijn daar spelletjes. In de zomer eigenlijk zitten we vaak in de serre. Kunnen ook eventueel naar buiten, nou, een praatje maken, een kopje koffie drinken. Nou, en dat is bij ons natuurlijk gelijk ook gekoppeld aan mensen die eventueel hulp of bijstand bij iets nodig hebben. Want er zijn ook bijvoorbeeld mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Die hier ook komen. Nou, die kunnen hier een wasje draaien. Ze kunnen douchen nemen. Nou, we kunnen ons verwijzen naar de voedselbank of kledingbank. Of als het nodig is, kunnen hun zelf ook een voedselpakket verstrekken. Ja, dat soort dingen allemaal. En ja, allerlei andere vragen. Nou, verder hebben we natuurlijk de briefadressen. Er zijn dus ook zo'n 15 personen nu die hier een briefadres hebben. Het zijn ook mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die krijgen dan hun post hier. Dat is een samenwerking met de gemeente Winterswijk en de post. En nou ja, als ze dan hier de post komen halen, ja, kan het ook zijn dat ze even in de douche willen of wat willen wassen of gewoon even zitten. Nou ja, en op donderdag gaan we dan een maaltijd verstrekken. Ah, en hoe werkt het dan, het verstrekken van zo'n maaltijd? Nou, mensen die, ik heb dan hier lijsten en een telefoonnummer is er van, nou, kunnen mensen zich opgeven tot 20 personen. Want dat is het maximum, want anders val je onder de horecawet en daar kan ik echt niet aan beginnen natuurlijk. Dus nou, dan eten we samen daar in de zaal. Oké, okay, en daar, en daar betalen mensen wel een bijdrage voor, 4 euro. Maar verder staat hier een busje op tafel. En als mensen willen, kunnen ze daar iets in doen. En als ze kunnen. Dat is een mooi initiatief. Ja, ja, vind ik ook. En hoe gaat het nou richting Sinterklaas en Kerst? Nou ja, met Kerst hebben we gewoon hier ook een feest op de 23ste, geloof ik. Of in ieder geval die vrijdag voor de Kerst, ja, 23ste. Maar goed, er komt ook nog bericht over in de krant, de intekenlijst. Want ja, er kunnen maximaal 40 ongeveer in de zaal bergen. Dus dan hebben we nou ja, en dan, ik denk zoals het er nu uitziet, is het wel dat tussen Kerstmis en Oud en Nieuw hier de tent wel dicht zit. Maar er zijn dan misschien wel mensen die van ons kerstpakket hebben gekregen of weer iets anders voor hun geregeld. Want we kennen wel 24 uur telefonische bereikbaarheid. Maar waar, in dit huis zijn niet altijd mensen aanwezig. Maar die telefonische bereikbaarheid, waarom kunnen mensen bellen? Ja, waar bellen mensen mee? Met van alles. Ja, kunt dus, u een voorbeeld geven? Soms zeggen ze van, ja, ik heb nog kleren liggen. Moet ik komen brengen of kunnen ze komen ophalen? Dan zeg ik, nou mevrouw, ik heb liever dat ze komt brengen, want ja, maar dat is heel erg veel. En ja, ik ben niet zo goed te been en, ja, en het, ja, ik heb er eigenlijk last van. Ze zijn het erg mooie kleren. Ja, ze zijn wel heel erg mooi. Ze nou, ik zal kijken of ik het kan halen. Maar daar ga ik absoluut geen reclame voor maken, want dat doe ik echt maar in uiterste gevallen. Okay. Maar het kan ook zijn van, ja, ik wil iemand om mee te praten of kan ik het, ja, wanneer kan ik bij jullie terecht? Ja. Krijg je echt veel eenzame ouderen? Veel. Veel. Ja? Veel. En ook zelfs onze eigen mensen, zeg maar de vroegere helftsoldaten van hier, die zijn ook bijna allemaal op leeftijd. En ja, die hebben gewoon echt 30, 40 jaar voor het leger, ook hier en overal hun diensten verricht en zijn al echt op leeftijd. Ja, maar ook gewoon andere oudere mensen die we kennen. Nou, dan gaan we dan ook wel mee naar het ziekenhuis of we doen, nou ja, proberen hun leven zo goed mogelijk ja, aangenaam te maken, want niet iedereen heeft familie. En als ze familie hebben, liggen ze er ook nog wel eens mee overhoop, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn wel de dingen die we doen, ja. Natuurlijk kan men ook even langskomen om een praatje te maken. Iedereen is van harte welkom. Het laatste onderwerp komt uit Beltrum. Je zou haast zeggen het fietsmekka van de Achterhoek. Daar aan de Dorpsstraat staat de hoofdvestiging van Hofstede Tweewielers. Verder wordt er aandacht geschonken aan de veiligheid van de fietsers. En dat is niet alleen verlichting en reflecterende kleding. Peter Hofstede vertelde ons er meer over. Beltrum is de hoofdvestiging, maar jullie hebben nog een paar vestigingen.
Ja, zeker. In Groenlo hebben we er één, in Heulo hebben we er één en in Borglo hebben we er één. Dat is goed op weg, zeker. Goed op weg? Dat wil zeggen, je hebt het einddoel nog niet in zicht? Of, Nou ja, je kan altijd groeien. Dus wat dat betreft, als er kansen liggen, dan proberen we die altijd wel te pakken. Maar te groot worden is ook niet altijd goed. Dus je moet wel doen waar je goed in bent en niet te snel uit je voegen gaan groeien, denk ik. En met groeien doen jullie hier in Beltrum, want hier is een forse verbouwing aan de gang. En daar komt zelfs een testbaan bij. En die testbaan is bedoeld voor iedereen? Ja, dat klopt. We hebben de ruimte hier. Die moet je optimaal benutten. En het idee is om een testbaan in de winkel te maken die doorloopt in de siertuin die we hebben aangelegd. En weer terug. Dus zodat mensen zoals kinderen, maar ook de wat oudere mensen die niet helemaal veilig voelen op een nieuwe fiets. En die niet gelijk de drukke straat op willen. Dat die gewoon in alle rust en veiligheid en vooral in hun eigen tijd rustig de fiets kunnen mee gaan fietsen, bekijken hoe het voelt. Want dat was een grote missie. Dus we moesten altijd gelijk de straat op. En dat is geen fijne weg om op te fietsen. Dus als je een beetje veiligheid wil voelen, dan kun je dat het beste in je eigen omgeving doen. En de veiligheid en de hoofdzakelijk zijn dat nu tegenwoordig allemaal elektrische fietsen die verkocht worden. Ja, wat hier ook hangt. Voor mijn gevoel is het alleen maar elektrisch. Dus wat dat betreft is het goed om daar goed op in te spelen dat je... De mensen die een e-bike kopen, dat zijn vaak wat oudere mensen met alle respect, maar die moet je ook een locatie geven wat voor hun wel prettig voelt. Zeker de eerste meters met een nieuwe fiets. En de voorlichting die u geeft over de nieuwe elektrische fietsen, vooral aan oudere mensen, en wat behelst dat? Want je leest vaak ongevallen met oudere mensen met elektrische fietsen en ja, waar het nou precies in ligt, is nog nooit duidelijk, maar... Nee. Ligt veel aan onbekendheid met de fiets? Jazeker. Ja, men doet maar wat. Als je ze geen goede tekst en uitleg geeft waar je op moet letten, dan zetten ze hem vaak in een hele hoge ondersteuning. Dan ga je dan gelijk wegfietsen, dan gaat de fiets er met je vandoor. En dat is wat we niet willen. Dus het is zo belangrijk dat je de fiets in een niet al te hoge ondersteuning wegzet. Want dan gaat hij een beetje vandoor. Ja, dat willen we niet. Het is wel zo, een groot verschil met een paar jaar geleden is dat tegenwoordig de fiets uitgerust is met een motor in het midden. En die motor die meet eigenlijk jouw kracht. Op het moment dat jij geen kracht zet, geeft die fiets ook geen ondersteuning. En dat was in het voorheen wel zo. Dus op het moment dat jij in een bocht rustig fietst zonder weinig kracht, zou die fiets geen ondersteuning tot weinig geven. Waardoor je altijd baas bent over de fiets. Groot verschil met een paar jaar geleden. Ja, en dan even een ander aspect van de veiligheid. Mensen kunnen hier testen, maar hoeveel valhelmen worden verkocht? Want je leest ook weer heel vaak... Oudere mensen komen te vallen. Als die een keer goed op het hoofd gevallen zijn, dan kunnen ze rechtstreeks door naar het Alzheimercentrum, want daar komt er vaak van. Verlies van geheugen. Hoe spelen jullie daarop in? We bieden het aan. Het is niet verplicht. Of het ooit verplicht gaat worden, is niet aan ons. Gelukkig, want dat is een keuze die je voor je gevoel nooit helemaal goed kan doen. Maar het wordt wel aangeboden. En we merken wel dat de vraag naar helmen steeds meer is en dat de schaamte er een beetje af is. Want een helm op... Ja, heel veel mensen willen dat liever niet. Zeker als het verplicht iets wordt, dan ben ik benieuwd hoe dat dan verder gaat. Maar de schaamte om een e-bike te kopen is al jaren eraf. En je ziet nu dat de schaamte om een helm te dragen ook steeds minder wordt. En dat het helemaal niet meer vervelend is om een helm te dragen. Het is wel goed als je wat angstig bent op de fiets om daar op te reageren met bijvoorbeeld een helm. Daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat is mooi. Ja, als de winkel klaar is, komen we graag een keer terug. En tot lang zal het nog duren, deze verbouwing? Ja, wij hopen Paasshow 2023 dat dan de grote opening wordt. Er moet nog heel veel gebeuren. Het moet eerst slechter worden voordat het heel veel beter wordt. Uiteindelijk wordt het een prachtige winkel met heel veel facetten op het fietsgebied. Ik denk voor ieder wat wils. Dus een paar maanden nog even knokken en dan gaan we er iets heel moois van maken. We wensen de firma Hofstede veel plezier met de nieuwe winkel straks en een goede toekomst toe. Dankjewel, jullie ook. Beste kijkers, dit was dan het regiojournaal van week 44. We hopen u de volgende keer weer als kijker te mogen begroeten.